toch nog zijn naam worden genoemd. Hallo people, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Zoekers en Friends. En ik heb iets superleuks voor jullie. Ik ben aan het inloggen. Mijn hart gaat een keer als een tierenlier. Als een tierenlier. Sorry. Sorry. Wat zou het zijn? Ja. Ik hoop iets. Ik ga hier echt dood. Horen we. Wat zou het zijn? Nee, de eventje. Ik denk iets, maar nee. Is dat zo? Waar ja. ben je? Nee, even... Wacht, wat? Waar ben je? Even... Het is zo... Als je... Oh my god. Je bent het er om. Wat is zo? Nee! Waar ben je? Wat is er? Ja, ben je serieus? No. Nee. Ja. Nee. Oh my god! Ja. Wat is er? Inspecteer me maar! Waar ben je? Je staat maar ik ben er. Voor het winter! Oh ja. Lily, ik ben achter je. Wat? Wat? Oh, echt? Oh, voor hoe lang ben je? 3 maanden! Ik kan niet geloven dat dit echt is. Ben ik aan het dromen? Au, nee. Nee, je hebt het net gezien. Waar ben je nou? Jongens en meisjes, Tiffany heeft voor mij 3 maanden gekocht. Oh my god. Ik ben zo Waar happy. Ben je? Allemaal liken en abonneren. Hey. Iedereen liken en abonneren als je vindt dat ik dit altijd al heb verdiend. Ja, ik sowieso. Oh, zijn jullie hier? Kijk, en abonneer op daar. Wat zei je dit? En natuurlijk hier. Op Tiffany. En hoi. Ik heb jullie gevonden. Ja. Hoe kan je inspecteren of iemand nou star rijden? Oh, er staat een sterretje bij. Ja. Tiffany. En Tiffany's account van YouTube kun je vinden door Tiffany Meadowstar in te typen, want anders ga je het nooit vinden. Maar dat heet de star met dubbel R. Ja. Dus abonneer op haar, want ik ben haar 1000 maal dankbaar! Oh god. Woehoe! I'm so happy. Oh, ja maar, jemig. Kut update. Ja! Ik heb het gelijk als drie. Ik heb het gelijk. Oké, ik ga ook op de spirit. Oké, even kijken. Jorvik stal. Oké, Sophia, nee, ja, hoorde hoort, ik als je deze video ziet, ik, als deze video online staat, dan heb ik je mail wel gelezen, maar dat doe ik nu even niet. Want anders staat dat dingetje in beeld. En ja. 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 Had ik het nou goed gehoord? Ja. Leuk. En nu, Mia, nu ga je naar Miss Val? Nee. Vandaag gaan we eerst de Q&A doen zoals ik jullie heb beloofd, want voor mij is het eerlijk gezegd ook nog maar sinds gisteren dat Tiffany het heeft aangeboden. Ja, echt gisteren. Ja, serieus. En ik hoopte op het Welcome Weekend, maar dat is het helaas niet. Maar het is wel, ik heb wel gewoon 300 Starcoins erbij, dus dan... Oh my god, mes. Maar ik ga in deze Q&A niet alleen vragen beantwoorden. Ik ga ook even wat dingetjes uitleggen over video's en zo nu ik starrijder ben. Dus als jullie me even excuseren, ik ga me klaarmaken voor de Q&A. Hey mensen, hier zijn we weer. Ik heb hier mijn telefoon. En dat schijnt een beetje in mijn gezicht, maar daar moet je gewoon niet op letten. En daar heb ik de vragen. En we staan hier met een hele gang waar we ook mee aan het bellen zijn. Staan we lekker in een magisch gebiedje. En ja. Oh we gaan mijn beginnen god, ik met haat die vraag... update, jongen. Wat? Ik haat die update. Ja, die update. Ja. Oh ja, mensen, voordat ik het vergeet. Er is een eenhoornknuffelcode uitgekomen zoals jullie hier zo bij Samantha zien. En ja, ik vind dat leuk bij dat regenboogpaard passen. Dus ja, de code is Unicorn Plush of zo. Nee, Rainbow Flash. Dat. Toch? Nee, Rainbow Flush.
Ja, ik weet niet meer. Het staat hier in beeld. Hij is 15 februari voorbij, geloof ik. Dus Weet je nou. Je hebt nog tot ongeveer Valentijn om een in te voer die code dus... in! Ja, doe dat. Oké, mensen, vraag 1 van X de MSP Queens X. Oftewel Sophia Jongpoort. Leuk dat je naar mijn video's kijkt. Wat zou je heel graag willen? Starrider! Niks meer. Nou, het allerliefst wil ik natuurlijk nog Lifetime, maar ik weet hoe ik dat moet krijgen. Dus ja. Maar het allerliefst wilde ik de Starrider en dat heb ik nu. Yay! Super bedankt nogmaals. Vraag 2. Wat is het beste dat je ooit hebt meegemaakt? Dit. Starrider. Sowieso. Oké. Volgende van Vloghond. Ten eerste gefeliciteerd dat je 4 februari jarig bent. En ten tweede, wanneer ben je jarig? Ik ben op 11 mei jarig. Hoe oud ben je? Ik ben 13 jaar, 11 mei word ik dus 14. En wat zou je, hoe zou je droompaard eruit zien? Ja, mijn droompaard. En dan denk ik van, bedoel je dat in SSO of real life? Want in real life heb ik eigenlijk al mijn droompaarden. Ik ook. Eigenlijk is dat meervoud, maar dat maakt niet uit. Want mijn droompony is Pepper. Hij is zo cute. Pepper is zo lief. En dan deugend en klein. Maar er komt binnenkort een real life video. Ik heb hem al opgenomen. Ik hoef hem alleen nog maar op mijn computer te zetten en bewerken. Samantha gaat terug in het rijtje. En mijn droompaard is Chanel. Dat is het paard van mijn moeder, daar rij ik ook op. En jullie zien nu een foto van haar in beeld. En even kijken naar de reacties. Sorry, ik zat jullie te pesten. Nou, geen bijzondere reacties. En mijn droompaard in SSO is denk ik de licht... of de witte Connemara, of... De bruine Connemara, de lichtbruine. Dus nou eerlijk gezegd, dat waren alle vragen. Want verder heb ik onder die video echt hele haatvragen en zo. Maar wat ik dus niet snap, is dat Twams Gamer 9763 allemaal haatreacties had gezet over King of Thieves. Want ja, het. Ik vind het gewoon super stom, maar ik wil wel iedereen bedanken die hem een beetje op zijn nummer heeft gezet. Dus bedankt daarvoor. En sowieso bedankt voor al jullie vragen, ook al waren het er niet veel. En trouwens, Samantha, draai je alsjeblieft even om. Ik erger me er dood aan. Maar even serieus, maar die gast moet ook even weten dat Tiffany wel meer is. En dat is daar wel oké. Die gast moet even ophouden, anders komt de SSA-gang hem ophalen. Ja, dus pas op, want de SSA-gang komt naar mijn gang. Maar hij zei je ook dat Tiffany niet je vriendin was en dat ze ook niet helemaal mee was, maar dat is zo. Dat is nog zoiets. Hij zei dat Tiffany helemaal geen vriendin van mij was, maar dit bewijs van wel! Waarom zou ik Starrider 3 maanden kopen voor iemand die ik niet mag? Echt, hè? Dus daarom. Dus jij moet gewoon even je bek houden. En Mia, ja, doe even wild paard aan. Wat? Wild paard. Hoezo? Lol. Iedereen wil. Ja, de SSO gang komt je halen. Ja. Nee, ik dacht paard is helemaal kapot. Boem. Ben je aan het slapen, Pista? Ik en Samantha voor je bed. Ja, echt. Nee. En ik zou met de knuppel van... Eén keer aan Mia komt, dan kom ik uit. Ja, is er wel zo. Ik ga voor diegene dan echt zo staan. En dan neem ik het pak. Oké, maar mensen, dit was het Q&A deel. Er komen komende week fucking veel video's online van Mistval ontgrendelen. Van paard kopen.
Want ja, daar heb ik nu toch wel genoeg starters voor. En ja, natuurlijk gewoon de update check. Want ik ben op woensdag nu eerder uit. Ik kan niet altijd een update check opnemen, maar vast wel vaker dan normaal. Aangezien ik nu ook zelf kan meedoen. Ja. En ja, ik zal jullie even wat gaan uitleggen. Want ik heb natuurlijk gezegd dat zodra ik Starrider was, wat ik nu dus ben, waar ik fucking blij mee ben, dat ik, hoe heet het, Winter Diamond zou kopen. Maar aangezien ik in de vorige update video heb gezegd dat er waarschijnlijk nieuwe paarden woensdag uitkomen, wil ik nog heel even wachten. En ja, ik neem dit op de vrijdag op, dus morgen heb ik nog meer Starcoins en ik heb 0 Jorvikslinger rip. Want ik had er nog 25 en daarna ging ik met de trailer. Nul. Dus ik heb er 5000. Ik heb er nu echt precies 0. Dat ziet er zo raar uit. Ja, kijk even in club. Ja, maar wacht even. Ik, ja. De video van Mistfall doe ik niet tegelijkertijd met deze, omdat ik de Q&A video had beloofd. En dan zeggen jullie van, what the fuck, wanneer komt die video? Maar, ja. Dus dan weten jullie dat. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en zeker niet te abonneren. Want, ook mij. En ook op het haar natuurlijk. En tot in de volgende video. Doei!